Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2021 My Team Career Mode. We gaan vandaag verder hier in Nederland. Aflevering nummer 77 alweer. Heb je de vorige video in België gemist? Dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan recht met het i'tje. We pakten daar onze 48e race-overwinning uit mijn carrière. Komen dichter bij Alain Prost met 51. Vettel met 54. Dus dat is wel goed om te zien. Max hebben we in ieder geval benaderd voor het contract. We bieden gewoon weer hetzelfde salaris. $16,77 miljoen. Dat moet gewoon goed zijn. Kijken of hij dat ook accepteert. Jazeker, Max weer bij ons voor het resterende seizoen. Ook voor het laatste seizoen. Want ja, hierna kan ik geen seizoen meer uploaden. Want dan is F1 22 er al. Nieuwe sponsoren weer op de auto gezet. Nederland betekent een andere auto. We passen het gewoon aan. Maar trouwens, ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij geen enkele aflevering van mij mist. Reageer wat er verbeterd kan moet worden op deze video. Volg me ook even op de sociale media. @GiannanSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En Zandvoort is altijd een tricky circuit om op te rijden. Je hebt daar snelle bochten. De baan is nauw. Is dun. Doorkomen naar Q2 kan wat moeilijk worden. Want ik zelf heb hier gewoon nog steeds moeite met dit circuit. Hebben wat onderdelen wel beschadigd van de power unit, maar die kunnen gewoon nog meekomen. Dus dat is goed om te zien. En ja, dit is dan de nieuwe auto. Dat wordt de nieuwe auto. Wel wat oranje tinten eraan toevoegen. Dat rode moet weg. Er komt ook een Nederlandse vlag erin te zitten. Dus ja, het heeft wel wat speciaals namelijk. Juiste kleur oranje kiezen natuurlijk. En dan is daar op de shark fin, zie je daar rood, wit, blauw. Dat blauw moet wat donkerder zijn. Zo dus, jazeker. Dit wordt dan de nieuwe auto voor Zandvoort. Sponsoren even aanpassen naar de juiste kleur, zodat die zichtbaar zijn. Zoals deze, die zie je helemaal niet, want die is normaal wit. Nu moet die kleur zwart worden. Zo dus. Even checken of alles goed is. Jazeker. Dan door naar de helm. Die wordt ook aangepast. Nou, ook zoiets ongeveer achters. Kijken welk de helm het juiste is. We kunnen deze pakken en een andere kleur eraan toevoegen. Wordt een matte helm. Geen glanzende, maar een matte helm. Dus dat is wel vet om te zien. Het witte ook terug. Dan dit naar rood of naar blauw veranderen. Even kijken wat het juiste is. En dan doen we dat laatste wat misschien een andere kleur. We moeten even kijken. Maar dit vind ik wel wat. Jazeker, de helm dus geplaatst. Het pak dus nu moeten worden aangepast naar de juiste kleur. Dat skelet vind ik wel grappig. Alleen dat staat niet zo mooi, vind ik. Dit wordt gewoon, denk ik, oranje-wit. Zoiets. Jazeker. En dan de kraag rood. En dan nog een deel blauw erbij. Dus gewoon de kleuren van de Nederlandse vlag erin verwerkt. Dan door naar de handschoen. Ook die passen we eventjes aan. Kijken welke hier erbij hoort. Zoals deze bijvoorbeeld.
Dat was dus de handschoen van vorig seizoen. Die staat er nog tussen. Die moeten we even aanpassen naar de juiste kleuren. Even kijken wat we allemaal gaan doen namelijk. Tada! De handschoen dus compleet. Dan is het op naar de kwalificatie, want alles is voltooid. Ik zou zeggen, laten we beginnen. En we zijn aanbeland bij Q1 hier in Zandvoort. Lekker droog weer. Tijdens de race wordt er regen verwacht. Dus dat is even wat minder. Maar daar maak ik mij even op dit moment geen zorgen over. En moeten hier hopelijk door kunnen komen naar Q2. Iets te wijd daar bij die bocht. Missen daar een klein beetje de apex. Komen we de laatste bocht aan hier in Zandvoort voor onze eerste run in Q1. Het wordt geen 1-9, dat weet ik nu al. Het wordt een 1-11-8 op 1,4 seconden van Marcus Armstrong. We staan er niet bij. We staan er niet bij en dit is niet de bedoeling. Als daar even Ocon opduikt en die rijdt ons een klein beetje in de weg. En dat is de run afgebroken helaas, jammer. We gaan het nog een keer opnieuw proberen hier in Zandvoort om hopelijk door te kunnen komen naar Q2. Ik laat wat ruimte omdat de rest allemaal nu uit de pitstraat komt. En ik wil daar geen last van krijgen. DRS geopend. En is het op naar onze tweede run hier in Zandvoort. De eerste bocht nemen wij gewoon heel erg goed. Weer die tweede bocht, derde bocht iets te wijd. Te snel ingestuurd. Bij de laatste bocht gaat het dan een klein beetje mis. Pakken wel flink wat tijd goed op onze eigen tijd. En dat is een P19 op 45.000ste van Christian Lundgaard. Wij noteren een 1.95. En hebben nog genoeg brandstof om een tweede run erachteraan tegelijk te gaan doen. Maar dat is dus op niks gebleken. Kijk maar, komen gewoon 17e tekort. Het wordt P18. Het kan misschien nog erger worden. Waar staan wij op de grid? Dat is de vraag. Het wordt een P5 voor Max in Q1. Callum Eilert naar de snelste tijd in Q1. Doet hij goed. En wij staan op een P21 op 1,9 seconden van Giovinazzi. Dit wordt een hele lastige wedstrijd voor het thuispubliek. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 77. Welcome along then to the North Sea coast and Zandvoort, 25 miles away from Amsterdam and the host for today's Dutch Grand Prix. It's a race the great Jim Clark won on 4 occasions, leading for an astonishing total of 370 laps. 2.6 miles then make up a lap here at a wet Zandvoort circuit, where some tricky braking zones and sudden drops can make it all too easy to slide off into the gravel. There are 14 corners overall and a 678 meter main straight, providing the best chance for overtaking. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Sainz, Pierre Gasly and Hamilton, Norris, Bottas, Ricciardo and Lance Stroll, Giovinazzi, Ocon, Nicholas Latifi and Eilert, Armstrong, Russell, Christian Lundgaard and Kwan Yu Zhou. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Mick Schumacher, Tsunoda, the Professor, and Nikita Mazepin. Now, it's almost time for lights out,
So let's go down to the track. Okay, I know it's your home Grand Prix, but treat it like any other race. Don't take unnecessary risks. Neem niet onnodig risico, adviseert Jeff vanwege je thuiswedstrijd. We starten op de full wets hier in Zandvoort. Flinke regenbuien op het circuit. Dus dat belooft nog wat. De strategie is volgens mij ook full wets. Full wets. Korte tijd droog, maar daarna gaat het weer regenen. Dus dat belooft nog wat. Neem een wat extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen. Maar zijn denk ik bij de start kwetsbaar. Daar gaan we naar voor Carreer aflevering 77. Van F1 2021 Martin Carreer Mode. Hier in Nederland. We zitten op een P21 in de grote prijs. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En hebben al gelijk wat wielspin. Twee keer wielspin zelfs. Raken Mazepin daar per ongeluk. En hebben al gelijk een probleem met een onderdeel van de motor. Want die is beschadigd. Zitten daar wel aan de binnenkant van Nikita Mazepin. Aan de buitenkant van Schumacher. Ook bij Tsunoda te kijken. Lukt dat? Jazeker. Hier is dan even klem tussen al die andere mensen die in één keer hier gaan vertragen. We kijken bij veel mensen buitenom. En dat is ook gelukt bij Armstrong. George Russell is de volgende. Dat lukt net niet. Nee, jammer. Maar helaas. Niet gelukt bij George Russell. Maar van P21 naar P16 met een paar bochten te doen. Dat vind ik wel knap. Vind ik heel knap. Gaan er wel een klein beetje wijd. En moeten opletten voor Russell. Daar moeten we echt voor opletten. Hebben hier een flink moment overstuur. En al dat harde werk is voor niks geweest. We zijn teruggewezen naar P19. Lundgaard heeft ons gepakt. Maar die pakken wij hier mooi weer terug op de exit. Een wijdere lijn namen wij daar. Lundgaard geeft niet op. Maar die wordt hier afgeknepen. En dat is P18. De volgende heet dan Guangyu Zhao. Die rijdt op P17. Verstappen leidt de wedstrijd. Perez op P2. Charles Leclerc op P3. Sainz op P4. En Max noteert ook de snelste raceronde met een 1.28.8. We zetten daar een beetje te koekeloeren bij Guangyu Zhao. Maar dat lukte bij die kombocht net niet. En wij noteren een 1.37.6. En daar vallen wij Zhao aan die binnenkant. Goed gedaan. En dat is P17. Klein beetje op de curbstone, maar dat is geen probleem. We gaan zo meteen naar Marcus Armstrong toe rijden. Is hier traag op de exit. We duwen hem een beetje naar voren toe. Hier dan. Jazeker, op de exit. Armstrong gepakt en dat is P16. De volgende heet dan George Russell. To manage this, we'll need to lower our ERS deployment mode. MGUK heeft een probleem. Daardoor moeten wij onze ERS mode verlagen, dus zo min mogelijk in overtake zitten. Kunnen wij hier aan de binnenkant kijken van Russell? Jazeker. Dat lukt met veel geduw. Maar dat is P15, op naar Latifi. Hier nog niet. Zometeen op de exit proberen. Hier een wijdere lijn nemen. Kort naar binnen snijden misschien? Nee, helaas. Moet het zometeen op het rechte stuk gaan proberen. We zitten er wel heel dicht achter. Of hier dan? Jazeker, hier is Latifi dan al gezien. En het is P14. Perez met de snelste raceronde. En wij noteren een 1.25.1. Zijn snelst van allemaal in sector 3. Callum Eilert is de volgende. We willen hier zoveel mogelijk snelheid meenemen. Eilert gaat ook extreem hard verdedigen. Kunnen wij er voorbij? Dat is de vraag. Hier aan de buitenkant misschien. Wijdere lijn pakken. Jazeker, Eilert ook gezien. En het is P13. Daar is dan Giovinazzi gezien. In ronde nummer 3 misschien? Nee, net niet. Hebben een klein momentje overstuur op de exit. Wij kunnen hier helemaal niks. En noteren paars in sector 1, groen in sector 2. Hier dan aan de buitenkant, Giovinazzi. Prachtig gepasseerd. En het is P12. De volgende heet dan Esteban Ocon. Hopen dat het niet al te lang duurt. Ronde nummer 4 is het. En hier dan aan de buitenkant. Ocon passeren.
Lukt dat? Nou, we worden een klein beetje op de curbstone geduwd en dat lukt helaas net niet. Maar dan doet Ocon dit niet slim. Laat een gat open en wij gaan voor dat gaatje daar aan de buitenkant en dat is P11. De volgende heet dan Lance Stroll. Perez met de snelste raceronde van dit moment. Daar is Stroll gezien aan de binnenkant van de eerste bocht in ronde nummer 6. En dat is P10. We rijden in de punten. Goed gedaan. Nog 30 rondes te gaan, dus dat is nogal wat. Paars in sector 1 genoteerd. Ricciardo is de volgende, gaat hier verdedigen. Niet slim en wij pakken hem aan de buitenkant. En noteren groen in sector 2. Goed om te zien. De volgende heet dan Valtteri Bottas voor P8. Max nog steeds aan de leiding. Perez op P2. En kunnen wij Bottas hier dan al gaan passeren op dat rechte stuk? Gooien onze overtakeknop aan. En wij noteren dat snelste raceronde met een 1.25.0 met een 1.23.0. Excuseer. En Bottas is daar dan gezien in de eerste bocht. We zitten in ronde nummer 7. Als er een nieuwe strategie is beschikbaar op de MFD, dat is volgens mij na 2 keer Intus. Jazeker. En dat accepteren wij maar gewoon. Norris is de volgende. Rijdt wat langzaam. Is voorzichtig bezig. En hier dan op de... Nee, helaas. Ik wou zeggen op de exit. Nee, want we duiken naar binnen. We gaan met Norris mee naar binnen. Voor onze eerste pitstop van de dag. Gaan volgens mij voor een setje intermediates. En komen wij voor of achter Norris de baan op? We komen helaas achter Norris de baan op. Jazeker, jammer. Terug op P12. Klein beetje wielspin omdat die banden koud zijn. Eilert en Mazepin pakt ons niet, maar krijgen daar wel een flinke waarschuwing vanwege het crosseren van de pitlijn op de exit. Mazepin hier dan gezien. Wij hebben een vers gezet banden op onze auto kunnen laten remmen. En Norris heeft het slecht. En daar pakken wij Norris op de exit en dat is P11. De volgende heet dan Lewis Hamilton. Norris kan wel terugkomen, maar wij verdedigen scherp. En hij kan er niet voorbij. Ronde nummer 9 is het. En daar is Hamilton gezien in de eerste bocht. Jazeker. Sainz komt terug de pitlane uitrijden. Maar die hebben wij mooi geundercut. Goed gedaan. De volgende is dan Pierre Gasly voor P4. Regen is aan het opdrogen. De baan wordt droger. En daar pakken wij Gasly mooi buitenom. Jazeker, en P4 is officieel van ons. Max heeft de leiding verloren aan Perez. Charles Leclerc op P3. En Perez noteert ooit het snelste raceronde met een 1.21.4. Maar wij noteren een 20.9. Verstappen weer aan de leiding. Sorry. We stappen nog steeds op P2 en daar proberen wij bij Leclerc aan te vallen aan de buitenkant. Lukt niet, dan hier de binnenkant kiezen bij de kombocht. En dat is P3, rijden op het podium in ronde nummer 10. Leclerc kan wel terugkomen, terwijl wij weer dat snelste raceronde noteren met een 1.20.5. Zijn dit keer 0,3 sneller. De volgende heet dan Max Verstappen, maar daar zit Charles Leclerc aan die buitenkant. Maar dat lukt niet. Wordt daar volledig afgeknepen door ons. En moet even terugzakken. We zitten in ronde nummer 13 van de wedstrijd. Als de regen alsmaar lichter wordt. De baan wordt droger en droger. En het is geel in sector 2. Want daar rijdt iemand langzaam. En dat is volgens mij George Russell die daar gaat uitvallen in de wedstrijd. Jazeker, Russell uitgevallen. Het gat naar Verstappen is inmiddels 2,9 seconden, dus dat rijden wij mooi dicht. Goed om te zien. Hier dan een herhaling van wat er is gebeurd met Russell. Die moet er in één keer mee ophouden. Jazeker, motorisch probleem in de Alpine. De Renault motor wil niet meer. En het is een DNF voor George Russell. We zitten in ronde nummer 18 van de wedstrijd. Als ik de gok wil nemen. Want we gaan naar droogweerbanden. De jongens achter mij zijn al gestopt.
ik heb een ronde langer gestopt, was eigenlijk niet de bedoeling. Want ik wou als eerste naar binnen duiken. Maar ja, Max, die is de eerste rijder. Die rijdt aan kop. En die heeft ons gepasseerd. 2 seconden heeft de pitstop geduurd. En komen terug op de droogweerbanden. Hier een klein beetje close met die pitlane exit. Maar dat hebben wij mooi behouden. Leclerc dus geovercut. Gasly dus geovercut. En dat gat naar Perez en Max is inmiddels opgelopen tot 6 seconden. We zitten ook officieel op de helft van de grote prijs. Ronde nummer 19 zitten we. En hebben al flink last van de banden. Omdat sommige stukken nog helemaal nat zijn. We zitten in ronde nummer 22. Als het volledig is opgedroogd op het circuit. Het gat naar Perez is 2,3 seconden. Wordt alsmaar kleiner. Want wij hebben de versere set banden op onze auto geschroefd. En wij noteren ook de snelste raceronde met 1:11.6. Jeff adviseert rustig aan doen met je banden, want die moeten hier de race op uitrijden. We zitten in ronde nummer 23 van de wedstrijd. Als het weer begint te regenen, hier in Zandvoort, er komt weer regen aan. Terwijl wij weer de snelste raceronde verbeteren met 1:11.4. Zijn dit keer 2/10 harder gegaan. Perez is het volgende slachtoffer. Dat gat is 18e ongeveer. Wordt alsmaar kleiner. Hij rijdt op de medium compound. Max aan de leiding. Dat gat is 3,6 seconden. We zitten in ronde nummer 24 van de wedstrijd. Als Perez het daar moeilijk... Dat zeg ik niet goed. Moeite heeft. En daar kijken wij bij Perez aan de binnenkant. En dat is P2. Een 1-2'tje voor ons. Max aan de leiding, wij dus op de tweede plek. Nog 11 rondes te gaan in de wedstrijd. Regen komt nog steeds naar beneden vallen. De vraag is, hoe erg wordt het? En het wordt zo erg dat ik besluit om naar binnen te duiken voor de regenbanden. Ik wil de gok nemen en ga voor de undercut. Ga naar de intermediates. 2,3 is de pitstop en komen achter Stroll terecht. Dus dat is minder. Nog 11 rondes te gaan, ongeveer. Zeg ik dat goed? Nee. Nog 9 rondes te gaan. DRS disabled en we komen daar Bottas tegen, die moet nog een keer naar binnen. En heeft een tactische blunder gemaakt. Blauwe vlag voor Nikita Mazepin in ronde nummer 27. Verstappen op 1,4. Heeft daar Sainz voor zich. Maar Sainz rijdt op die droge weerbanden. En die heeft daar moeite met de auto. Verstappen wordt opgehouden door Sainz. En daar profiteren wij maximaal van. Kijk maar, rijden volledig naar Max toe. En kunnen hier een aanval wagen. Verstappen aan de buitenkant van Sainz. Is naar P1. Wij aan de binnenkant van die twee rijders. Want remmen diep naar Max toe. Geen contact. Goed om te zien. En het is P1 veroverd. Heel goed gedaan. Met nog 9 rondes te gaan in de wedstrijd. En moeten nu wegrijden van Max. Hebben nog steeds als snelste raceronde in handen. En dat gaat ook niemand meer verbeteren. Sainz naar binnen. Bottas naar binnen. En we zitten in ronde nummer 29 van de wedstrijd. Norris nou op een ronde gezet. Tenminste, dat hoop ik. Doet daar ons geen plezier. En blokkeert ons volledig. Norris niet slim bezig in zijn McLaren. Blokkeert daar ook even Max. Maar ik denk dat hij daar makkelijk voor aan de kant gaat. Jazeker. En Verstappen zit er weer bovenop. Dat gat is 1,2 seconden. Blauwe vlaggen in ronde nummer 30 van Latifi wordt op een ronde gezet door ons. En Latifi blokkeert Max. Jazeker, dus dat is wat voordelig voor ons. Krijgen daar wat versere lucht door. En gaan ronde nummer 31 alweer in. Het gat naar Max is 19e, 18e ongeveer. Nog 5 rondes te gaan. Geel in sector 3. En dat is een Ferrari coureur die uitvalt.
Is dat Sainz? Ik denk het wel. Sainz uitgevallen in de wedstrijd. Met nog 5 rondes te gaan. Die doet daar heel lang over. Om zijn auto neer te zetten. Gaat gewoon volledig dat rechte stuk nog een keer op. En parkeert zijn auto denk ik in de eerste bocht. En Max is gelijk bij ons aangesloten. Dat gat is 3/10. Sainz dus uitgewonnen in de wedstrijd. Perez op 3 seconden gezet. En Sainz dus niet meer verder in de grote prijs. Terwijl Leclerc op het podium, op P4 gaat eindigen. Perez op het podium. Max op P2, wij dus aan de leiding met nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. Voordeel is dat Max hier niet mag inhalen vanwege de gele vlaggen die hier worden gezwaaid. Dat is 1,2 seconden. En we zitten in ronde nummer 32 van de wedstrijd. Hier dus een herhaling van wat er is gebeurd met Sainz. In ronde nummer 30. En hier is het dan al gedaan. De motor begeeft het. Volgens mij wordt daar Lewis Hamilton even volledig geblokkeerd. Moet daar gewoon Sainz volgen, kan er niet voorbij. Nu pas kan de Brit er voorbij. En Sainz doet daar heel lang over om zijn auto te parkeren. Kon hem eigenlijk al daar aan de rechterkant parkeren, maar ik denk dat ze dat te gevaarlijk vonden. Gaat daar ook mooi terug naar de racelijn, wat gewoon oliedom is. En zet hem hier dan stil in de eerste bocht. Jazeker, op het uitloopvlak. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Het begint weer heviger te regenen. Er ontstaan plassen hier in Zandvoort. Maar voor ons schijnt hier de zon. Van P21 naar de leiding dankzij een mooie strategie. Super gedaan. Max op P2. Perez op het podium. Een dubbelfeest voor ons. Pakken hier weer een overwinning voor ons thuispubliek. En gaan ons opmaken voor de volgende wedstrijd in Italië. Fantastic. You've won the Grand Prix. What a great race, Dan, and what a magnificent victory here at the Dutch Grand Prix. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, keeping their tyre temperatures up in the tricky wet conditions was really important. There's not much grip out there at the best of times, and it's 10 times worse if you're out there on cold tyres. So the way they kept the rubber in its proper operating window was a huge advantage today. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier ben ik dus uit van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Nederland. Pakken ook dus vanuit de race 100 punt. Wij krijgen ook Drive of the Day. Verstappen op P2 zal daar niet blij mee zijn. Perez op het podium. Leclerc op 4. Hamilton 5. Gasly 6. Ricciardo 7. Stroll 8. Bottas 9. Ocon op P10. En pakt het laatste punt voor Alpine. Twee uitvallers. Russell en Carlos Sainz. Klassement. 125 punten verschil naar Max, jazeker. En 193 punten verschil naar Mercedes. Aston Martin pakt Alpine voor P7 in het klassement. Dus dat is goed om te zien. Maar goed, zoals het is, Team McLaren is gewoon goed. Level 28 het team, level 23 en level 23 Max en mijzelf. Cash van de sponsoren $3.07 miljoen binnengeharkt. Wel wat schade gereden, 15k misgelopen dankzij mijzelf en Max, jammer maar helaas. In totaal $222.07 miljoen op de bank. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond.
Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer gewoon voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career content. We zitten dichter bij de 120 abonnees. Dus gewoon doen om dat doel te halen, mensen. Gewoon abonneren als je het leuk vond. En als je denkt dat ik gewoon goede content maak. Het is gewoon super wat we hebben gepresteerd. 115 abonnees is gewoon ontzettend knap. Volg me even op de sociale media. @JanSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. En zou ik zeggen, tot de volgende keer in Italië.